Welkom terug bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de Friends Reunion Special. Dit is dus een reunie al 17 jaar in de maak, want het is dus al 17 jaar geleden sinds het 10e en laatste seizoen van Friends is afgelopen. En Friends is wel zo'n serie die ik al vanaf jongs af aan kijk en ik heb het toen meerdere keren op tv voorbij zien komen en gewoon hier en daar wat afleveringen gezien. Maar naarmate ik wat ouder werd, ben ik net als iedereen dus heel Friends gaan kijken vanaf begin tot einde. Ik ben verder niet zo'n persoon die dus alles al 100 keer gezien heeft, maar ik heb wel minstens elke aflevering 1 keer gezien. Maar ik ben zelf ook gewoon niet iemand die vaak series herkijkt. Ik ben altijd gewoon door naar het volgende. Maar nu zijn ze dus na 17 jaar weer bij elkaar gekomen en dit is oorspronkelijk gedaan voor HBO en HBO Max. Maar hier in Nederland is het afgelopen vrijdagavond uitgezonden op SBS6. En ik moet zeggen dat ondanks dat ik dus niet per se de allergrootste Friends fan ben, dat ik het wel heel erg tof vond om dit zo te zien. Het was ook geen korte reunie. Deze aflevering duurde ongeveer 100 minuten. Ze hebben dus meerdere verschillende aspecten voorbij laten komen. Ik vond ook dat ze een goed percentage van de tijd gebruikten om oude clips te laten zien. Want je wil natuurlijk niet dat dit gewoon een soort clipshow wordt, maar tegelijk is het wel belangrijk om te laten zien waar je het over hebt. Maar daarbuiten had je dus eigenlijk 1 stuk op de set waarin ze dus allemaal weer bij elkaar kwamen en met z'n allen een spel gingen spelen. En dat spel werd dan ook gebruikt om de speciale gasten die ook in de serie zaten voorbij te laten komen. En dan hadden ze nog een stuk voor een publiek waarin ze dus gewoon vragen gesteld kregen door James Corden. En dat werd dan ook nog eens afgewisseld met verschillende verhalen van celebrities en van fans over de hele wereld over wat Friends voor hun betekende. Want je kan zeggen wat je wilt over Friends, dat het op een bepaalde manier misschien een beetje verouderd is en dat het heel weinig diversiteit had, maar het is wel een serie met echt een legende. En ik denk dat deze special daar ook wel bewijs van is, want er zijn veel mensen die al moesten huilen bij de opening van deze special. Of gewoon bij de scène waarin ze elkaar dus weer voor het eerst zien na zoveel jaar. Ik vond het ook tof om in deze special te horen hoe de producers en de showrunners oorspronkelijk deze cast hadden uitgekozen en hoe lastig dat wel niet was. En wat me bij het kijken van deze special daarbij ook nog eens opviel is dat ze alle 6 echt meesters waren van fysieke comedy en slapstick humor. En zoals de producers dus ook aangeven, al heb je een goede grap op papier staan, het ligt echt aan de persoon die het uitspreekt of het wel of niet grappig is. En dat leidt me ook gelijk naar het verhaal van Chandler toe, of Matthew Perry, want die geeft namelijk aan dat hij altijd heel veel druk op zichzelf zette en dat hij zelfs nu daar nog steeds mee struggelt en dat hij gewoon altijd het gevoel had dat als die mensen niet aan het lachen kregen, dat hij dan waardeloos was of dat hij er niet toe deed. En ik vind het dus wel cool dat ze allemaal zo op hun gemak waren, dat ze op die manier open met elkaar konden praten. Helemaal omdat mensen van tevoren ook praten over Matthew Perry en hoe hij er nu bij loopt en dat hij dus niet meer helemaal zichzelf is. Maar ik vond dat hij uiteindelijk best wel gewoon goed overkwam in deze special. Dat hij niet de hele tijd zat te stotteren of zijn woorden aan het uitrekken was. En ja, hij is misschien een beetje aangekomen en wat ouder aan het worden, maar dat kan je hem niet echt kwalijk nemen. Datzelfde kan je ook zeggen over Joey. En die had dus een soort gelijk probleem, maar dan niet per se dat hij die druk heel erg op zichzelf legde, maar dat hij nooit terug kan kijken naar zijn eigen werk. En hoe hij dat uitlegde vond ik ook wel heel erg grappig, want daar kan ik mezelf ook wel op een bepaalde manier mee verbinden. Want op het moment dat jij dus iets uitbeeldt en acteert, dan weet je van jezelf dat je dat aan het doen bent. Dus als je het dan terugkijkt, dan zie je jezelf nooit als dat personage, maar altijd als jezelf. En het is dus ook wel cool om te horen dat zelfs op zo'n hoog niveau als deze cast van Friends, dat dat daar ook gewoon plaatsvindt. Dat hun er ook gewoon zo tegenaan kunnen kijken. Maar ze hadden dus verschillende celebrities door deze aflevering heen om hun verhaal te doen over wat Friends voor hun betekende. En enkele daarvan die deden ook mee aan de Friends modeshow. En dat vond ik ook wel heel erg grappig om Justin Bieber en Cara Delevingne daarin mee te zien lopen met echt de meest bizarre en slechte kostuums uit de geschiedenis van Friends. Daarbuiten hadden veel mensen het ook over het stuk met Lady Gaga en dat die dus Smelly Cat ging zingen samen met Lisa Kudrow of Phoebe. En ondanks dat dat stuk een beetje onnodig was en heel erg uit het niks kwam, vond ik het wel mooi. Helemaal omdat ze het mooi afsloten met Lady Gaga die Phoebe bedankte omdat ze een beetje anders was. Want Phoebe is wel het personage waar veel mensen mee kunnen relaten als je soms een beetje raar bent of niet helemaal past binnen de groep, maar toch gewoon waarde hebt en iets meebrengt. Maar waar de mensen het meest over hadden na het kijken van deze special is natuurlijk het feit dat David Schwimmer en Jennifer Aniston allebei aangeven elkaar leuk te hebben gevonden. En ik zie dus ook heel veel mensen ze nu dan weer opnieuw shippen. En mochten ze dus ooit allebei weer single zijn, wie weet dat het dan nog kan gebeuren. Maar zoals ze zelf al aangaven, was het meestal dus net niet goed qua tijdlijn. Dus als de ene single was, dan was de ander weer bezet en andersom. En ja, ondanks dat Ross en Rachel niet echt een ideaal stel zijn, zijn de acteurs natuurlijk
natuurlijk een ander verhaal. Misschien dat die wel gewoon heel goed zouden kunnen samenwerken. En verder vond ik het heel erg tof om bloopers te zien en bepaalde scènes in een wat uitgebreidere setting. Dus dan laten ze de camera nog even doorlopen waar de serie normaal al afgekapt had. En dat laat dan toch weer een net iets andere context zien. Of dan zie je toch de acteurs even naar buiten komen binnen de personages en interacties hebben met het live publiek waarvoor ze optreden. En richting het einde van deze special werd dan natuurlijk ook de vraag voorgelegd van: is het nog mogelijk dat we ooit een film krijgen of een speciale aflevering om deze serie nog een nieuw einde te geven? Maar ik vond dat ze het wel mooi beschreven dat deze serie gaat over de tijd in je leven waarin je vrienden je familie zijn. En op het moment dat je dus je eigen familie begint, dan is die fase voorbij en dan zijn je vrienden niet meer je directe familie. En dat is dus ook het punt waar deze serie toen geëindigd is. En in principe hebben ze daar dus ook niks meer aan toe te voegen. En dat vind ik wel begrijpelijk. Dus ik denk dat we maar blij moeten zijn dat we deze special nog gehad hebben. Want eerst dacht ik van ja, als je alleen de acteurs daar hebt en die gaan gewoon hun verhaaltje doen en met elkaar praten, hoe indrukwekkend kan dat nou zijn? Maar het laat toch wel zien dat die fanfare groot genoeg is voor Friends, dat mensen zelfs hier heel veel interesse in hebben. En zelfs ik als een dus redelijk casual Friends fan heb hier toch heel erg van genoten. En ik ben dus toch dankbaar dat we deze reunie en deze vorm toch nog gehad hebben. En ik kan me dus ook wel voorstellen dat als je wel echt zo'n hardcore Friends fan bent, dat dit gewoon alles is wat je ooit gewild hebt in de afgelopen 17 jaar. Maar hebben jullie de Friends Reunion Special dus ook al kunnen zien? Hadden jullie hem op SBS6 gekeken of ergens online gevonden? Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.